Dan kan je pas echt zien waar we het over hebben. Kijk, nu gaat Mart zich omdraaien. Dan zie je de mooie billen van die dame. Ja, maar daarna zie je natuurlijk dat is een plaatje. Waanzinnig mooi. Ik neem u vandaag mee wederom naar een prachtig huis in Bossenduin. We zijn er eerder geweest. Dit keer in enorm landgoed aan de Baarnseweg 2527. Nummer 27 is eigenlijk de portierswoning. Het gaat vooral om het landgoed De Horst, heet het, op nummer 25. We gaan nu daar helemaal doorheen lopen met de makelaar. Binnen buitenshots wordt er een prachtige video. We rijden overigens vandaag in de Ferrari FF. Alweer het eerste model, dus zeg maar 2011. Deze is overigens te koop voor 130.000 euro bij DNA Cars in Naarden. Maar nu snel naar het landgoed De Horst. Nou zeg, we zijn nou weer beland. Welkom. Dankjewel, Mark van Olderen, Floris. We zijn beland hier in het prachtige Bossenduin. Ja, onder ook voor Utrecht. Bij de Baarnseweg 27. En 25. 25. Dit is 25. Ja, en dat is 27. Dat is de portierswoning eigenlijk. Goedshuis, ja. Ja. Dat is landgoed De Horst. 27.000 vierkante meter eigen grond. Ja. We zitten hier op een van de hoogste heuvels in Bossenduin. Dat is vrij uniek. Dat heet ook niet voor niks Bos en Duin. Als je om je heen kijkt. Dat doet de naam eer aan met dit huis. Ja, meer dan. Ja, omgeven door. Ja. Het is een rijksmonument. Het is gebouwd destijds voor de familie Duivers. En van de nootjes, de knobbelnootjes. En daar heeft Willem Oltmans, de journalist, hier gewoond. En de huidige familie heeft het, die woont hier nu ruim 25 jaar. En die heeft het op een spectaculaire wijze destijds haast onafvolgbare verbouwd en uitgebouwd. Waardoor we nu een zee van ruimte hebben, maar wel allemaal mooie leefbare ruimtes. Het huis is heel mooi in balans. Ja. Heeft, symmetrisch ook, hè? Ja, ja. Klopt. Ja. Ja, goed. Dat kan je ook van bovenaf goed zien. En dat gaan we zo meteen vanuit de tuin ook zien. Dus als je mij wil volgen, dan gaan we doen. Ik wil voorstellen dat we gelijk even het uitzicht gaan bekijken. Ook hier de symmetrie weer van het huis, komt ook weer terug in de tuin. Ja. Het huis zelf is door Van Basel destijds getekend, zijn architect. Die heeft ook in de Vijzelstraat Amsterdam het nodige op zijn naam staan. En je ziet eigenlijk dat alles wat er gedaan is helemaal met karakter en met oogmerk en stijl is volbracht. En je ziet eigenlijk hier aan de weerszijde, komen we inderdaad zo meteen een tennisbaan nog tegen met een eigen tennishuis, multifunctioneel. We hebben nog een koetshuis staan, daar gaan we zo meteen nog even een blik werpen. En daarnaast hebben we nog voor een au pair of inwonend iemand nog een ruimte beneden, helemaal een eigen appartement. Ja, met... Het geheel waar we nu staan is 1500 vierkante meter. GBO, gebruiksoppervlak. En er zijn nog een paar bijgebouwen zoals bij de tennisbaan en de portiersloge, wat Klopt. We al eerder hebben gezegd. En het zijn netto meters, dus het bruto is nog vele malen groter. Ja. En zeker voor een wat ouder huis heb je vaak veel onbenoemde meters en die nemen dus daar niet mee. Dus het zijn echt, maar desondanks, ondanks het grote, is het wat ik net al zei heel leefbaar. Dat zou je ook wel zien. Het is een heel warm huis, prachtig gelegen, overal dichtbij, zowel qua scholen, maar ook bij de dorpskern van zowel Zeist als Bilthoven. Daar zitten we op fietsafstand en we worden omgeven eigenlijk door groen en rust. En maar 1600 inwoners geloof ik, hè? 1680 inderdaad. 1680. Precies, ja, dat is een buurtschap. Zoals het nou, mooi kom, we lopen er gelijk even naartoe. Ik zou je even rechts. Even voorgaan. Ja, we gaan. Dit is de, dit de is, living. Ja, hier is het fijn vertoeven. Open haard uiteraard. Meerdere openstaande deuren. En met name het hoogte is natuurlijk wel een heel mooi wat het effect hier geeft. Ook wel enorm ruim, hè? Dit is 100 vierkante meter. Zou je bijna zo met je zeggen? Ja, dat zal zomaar zijn, ja. Ja. En de tv die ontbreekt, maar toch niet, dan zit hij in de vloer. Dus die kan met een lift kan die omhoog komen. Dus dan heb je hem niet altijd in het zicht. En als je hem wil zien, dan is het bruikbaar. En daar is ook rekening mee gehouden met de soundinstallatie die vanuit je achterkant komt. Die zit ook door het hele huis heen, hè? Correct. Ja. Nou, dit is eigenlijk het weer symmetrisch, weer een zitkamer. Ja, klopt. Eigenlijk dezelfde ruimte, maar hier wordt eigenlijk meer. We zitten hier zo meteen achter de keuken, dus je ziet hier ook echt een eet-dining ruimte. Ja. Maar ook weer een gezellige zithoek met haard, wederom. En hier de tv wel zichtbaar. Ja. Als je even snel wil kijken. En de grote kast achter hier, die komt uit een Frans kasteel. Die is helemaal daar uit elkaar gehaald en hier in elkaar gezet. Met nog wel een beetje een trucendoosje. Ja, kijk, een verborgen deur. Dus, het is echt. Met een. Doorlopen naar de keuken. Denk je de ontbijtkamer, zeg maar, hier een beetje? Hier is inderdaad de ontbijt met ook weer terrassen aan de zijkant. Je kan aan alle kanten bij dit huis, zowel op de begane grond als op de verdiepingen,
naar buiten treden. Doorlopend naar de ruime keuken. Ja. Niet nodig om te zeggen, neem ik aan als zo'n huis dat alles erop en aan zit. Exact. Voor menige keukenprinses of keukenprins is dit natuurlijk een walhalla. Hier hebben we dan wat natte ruimte, zoals een toilet en een bijkeuken. Ja. En doorlopend hebben we dan in feite, dat is weer over nagedacht vlakbij de keuken, de eettafelkamer voor de kerst en de iets formeler, mooie avond. Ja. Kerst, familiedineetjes. Ja. Ja, als je een keer iets leuks te vieren hebt. Een snelhapje doe je misschien ook weer in de keuken of in de ontbijtkamer. Precies. Dan zijn we hier bij de chillroom voor de kinderen. Ja. Nou, dan kan je nogal wat chillen hier. Mooi Ferrari overigens buiten. Je ziet hem staan. Ja. He, van oom Bram. Dat past hier wel, hè, zo'n auto. Precies. En dan gaan we zo even een... hier is dan ook weer een tv-kamer. Ja, kan je gamen, hier kan je alles doen. Nou, de heer des huizes heeft natuurlijk een eigen ruimte waar die... waar het geld voor zich wordt. Ja, en waar je kan terugtrekken. Een hele rustieke werkruimte. Ja. Hoor, met een lambrisering helemaal. Een vaste kast, echt een mooi notarisbureau. Wacht. Dit zijn alle ruimtes waar je... Ook weer goed van formaat. Exact. Niet extreem groot, tenminste niet te groot. Een beetje een warme kamer. Dus dit is de eerste? Ja, dit is de eerste verdieping met hier de hoofdslaapkamer. Ja. Ook weer met balkon. Met balkon uiteraard. En weer mooie uitzichten. We gaan ook nog even met een drone over het huis. Dus ja. Dan kan iedereen kan het in een overview nog zien. Een doorloop hier naar... Serieus, mooie badkamer. Met ook weer een balkon. En hier een doorlopend naar een kleedruimte. Ja, dit zijn de kleding inloopkasten die je wenst in zo'n serieus huis. Formaat, ja. Het leuke daar is, dan heb je twee goede kinderkamers met een badkamer in het midden. Ook weer met vaste kasten overal, allemaal op maat gemaakt uiteraard. En elke ruimte heeft ook weer een balkon. Is dit nu een gastenkamer of een kinderkamer? Dit is een kinderkamer. En toen ze klein waren, sliepen ze hier. Nu ze wat groter zijn, zijn ze op een gegeven moment tieners zijn naar boven. Dus boven heb je nog een tweetal slaapkamers met twee badkamers. Ja. Toen prima te delen voor twee. En hier een vergelijkbare kamer als net. Met allemaal weer kasten. Overal kasten, ruimte dus. We lopen nu dus alweer door naar de tweede. De kinderen zijn eigenlijk verhuisd hier naartoe. Ja, die gaan op een gegeven moment naar boven. Want die willen natuurlijk toch nog meer privacy hebben. Ja, en dan heb je hier eigenlijk weer de slaapkamers. Daar hebben we er twee van. Met een soort arendsnest boven. Ja. En dan zit je in de nok van het huis. Ja, ik kan me voorstellen als je kind bent dat je dat leuk vindt. En hier is dus wel dat het hier wordt boven geslapen. Exact. Meer dat is, in je slaaphok wat je natuurlijk als kind. Een soort bedstee leuk dan. Bedstee op niveau. Net als het hele huis eigenlijk. Hartstikke goed. Ja, leuk. En dan weer overal kasten aan. Exact. Ja. Het is er wel. Nou, dan dalen we af naar het maaiveld aan de achterzijde. Omdat het huis op een heuvel ligt, merk je dus daar eigenlijk niks van. Dit is een ruimte met volledige daglichttoetreding. En daar zie je de verte ook door het zwembad heen. Een enorm zwembad. Ja, inpandig. En daar bevindt zich een heel grote terras. Dat gaan we zo van de buitenkant even bekijken. Ja. Met hier een fitnessruimte ook nog. Fitnessruimte, nou. Als je dat zou willen. Ja, je hebt hier diverse technische ruimtes. Zowel techniek uiteraard voor het huis zelf, maar ook voor het zwembad. En de bijgebouwen worden natuurlijk allemaal voorzien van. Ja, je kan dus wel echt hier serieus vier auto's kwijt. Nou, alsof er geen genoeg ruimte op het terrein is, maar geen probleem. Het kan in ieder geval. Nou, zeker als je een classic hebt, is het natuurlijk wel aangenaam om het binnen te kunnen zetten. Dus uiteraard verwarmd helemaal. Krijg je die bij het huis eigenlijk? Is het over te onderhandelen? Nee, er zit wel emotie zit erachter. Dus ik denk dat dat moeilijk die wordt. Gaat maar die gaat mee. Wat je eigenlijk ziet is dat je hier ook weer de buitenplaats hebt. Dit is eigenlijk een verscholen oprit naar achteren toe. En dat hebben ze ook gedaan, zodat ook de tuinman op een rustige manier zijn werk kan doen zonder dat... Je als eigenaar daar enige overlast van zou hebben. Dus alles wat ze buiten het huis hebben kunnen plaatsen, ook verwarmings... Correct. Eigenlijk alles wat enige geluid zou kunnen maken, airco's of luchtklimaatbehandeling... Is aan de buitenkant geplaatst, zodat je nooit overlast hebt van geluid. Nou, aan de linkerhand heb je inderdaad het huisje bij de tennisbaan. Nou ja, huisje. Het is een volwaardig huis met alles voor gedaan. Ja, ik zag het net. Er zit toch wel weer een bed in en een keukentje en een badkamer. Ja, alles... Leuk ook voor feesten en partijen. Ja. Nou, ook voor kleine kinderen is hier gedacht. Er zit een betonnen tafeltennistafel, dus je kan altijd buiten staan. En zo'n springkussen, hoe noem je zo'n ding, een trampoline? Je mag even als je wil. Dan, ik sla hem even over, ik weet niet of het overleeft. De honden worden ook gewoon zo uitgelaten in de Megane. Die kunnen hier gewoon hun eigen gang gaan, Nou, volgens mij, Mark, komen we hier op het mooiste stuk. Absoluut. Jij noemt dat een garden
With a view. With a view. En... Ja, het is normaal andersom, maar dit is wat je zo gaat zien, is in mijn optiek spectaculair. Ja, het belichaamt zich het huis ook. Dan kan je pas echt zien waar we het over hebben. Kijk, nu gaat Mart zich omdraaien. Dan zie je de mooie billen van die dame. Ja, maar daarna zie je natuurlijk een plaatje. Waanzinnig mooi. Nou, we zijn wat meer naar voren gelopen. Inmiddels ook weer op een van de vele terrassen, wel een beetje het grootste terras. Dit is het grootste terras. Je ziet ook helemaal in het midden, helemaal in verstek gezaagd, ook de steen. En het mooie aan dit terras is eigenlijk, je hebt hem hier tot de ondergaande zon. Ja. Dus je hebt het eigen zuidwest terras met prachtige plantanen ook, waar je gewoon als een natuurlijke parasol, umbrella onder zou kunnen zitten. Ja. En ook vanaf hier zie je ook weer de deuren die naar het zwembad gaan. Die kunnen helemaal open. Oh, die kunnen helemaal open, ja. Ja, dus je kan hier gewoon binnen, buiten. Feestjes, parties, ook geen probleem. Relaxen, alle kanten op. Heerlijk, ja. Nu komen we nog even naar nog een soort terrasgedeelte. Ja, dan gaan we naar de zijkant. Ook dit is weer heel erg plezierig. Hier zie je echt de breedte van het perceel. Ja. We bevinden ons nu aan de zuidzijde van het huis. Ja. Dat geeft ook gewoon heel goed weer hoe het huis is opgebouwd. Met de vele balkons rondom uiteraard. Prachtig metselwerk. En ook hier weer is echt die tuin helemaal onder architectuur. Hier is hier goed aangebouwde gedeelte ook. Klopt, ja, klopt. Maar het is zo gedaan dat je eigenlijk niet ziet wat het verschil is tussen het oude gedeelte en het nieuwe gedeelte. Ja. En we lopen nu via de officiële vooringang nog even naar de portierswoning. Ja, klopt. Nou, hier gaan we naar het voorste gedeelte eigenlijk. Dus eigenlijk de voortuin. Nummer 27 eigenlijk ook officieel. Ja, correct. Je ziet hier aan de achterkant, of eigenlijk aan de wegkant, is het een heg van ruim 3 meter. Ja. Uiteraard helemaal volledig omheind. Ja. Aan de rechterkant zit een tweede toegangspoort, dus je kan hier rondrijden. Dat maakt het natuurlijk ook echt chic, vind ik. Twee van die, je komt daar aan, je gaat daar weg. Ja, dat was hier altijd al zo. Ja. En daarom hebben ze daar ook de toestemming voor, want dat krijg je niet zomaar voor elkaar. En hier, dat is zeer idyllisch. Ik zou er bijna zelf zomaar willen gaan wonen, want dat is eigenlijk... Iets te klein denk ik toch voor stiekem, maar... Ja, ja. Het is dus een mini-villaatje met gewoon een eigen adres eigenlijk, wat ik al net zei, nummer 27. Het is eigenlijk de oude koetsierswoning, hè. Zo moet je dat zien, dus, 1925. Wat de dochters ook goed gedaan hebben, die hebben dat natuurlijk lekker gewoon overgenomen. Dus die kunnen helemaal zelfstandig van de ouders als ze willen, gewoon wekenlang leven. Het huis is wel al wel eens opgepikt online, nog niet veel gefilmd heb ik het idee. Correct. Er zijn ook diverse prijzen. Mag ik iets vragen van een richtprijs waar de eigenaar nu naartoe wil? Ja, je moet denken aan een prijs die achter in de 6 miljoen ligt. Ja. En uiteraard staan wij open voor een bezichtiging. En zeker als iemand daar eens wat verder over wil praten en discussiëren, als ze echt geïnteresseerd zijn. Serieuze kandidaten, altijd welkom. En dan heb je echt iets spectaculairs. Het is echt uniek in het midden van het land. Zo'n landgoed, zoveel vrijheid, maar overal dichtbij. En dat maakt hem tot echt een prachtlandgoed. Ik wil eens informatie naar Burgersdijk, vestiging Bilthoven kunnen we wel zeggen eigenlijk. Burgersdijk.com. Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen aan deze prachtige bezichtiging. Mark, ik wil je daarvoor ontzettend bedanken. Heel graag gedaan en dank voor jouw komst, Floris, en ook cameraman Jons. Dat hebben we graag gedaan. Ik hoop wellicht dat we nog eens een keer een volgend project hebben. Ja. We gaan deze even mooi afronden. Natuurlijk ga ik even traditiegetrouw een flesje sabreren. Ik heb hier ook de mooie sabel meegenomen. Ja. En de makelaar neemt altijd, dat is ook een beetje traditie, het flesje mee. Dus ik heb eraan gedacht. Ik heb een hele speciale fles alleen meegenomen. Dus ik hoop dat je me kan begrijpen. Dit is de Vintage 2008. Ja. Van Dom Pérignon. Ja, en dat is net als het huis The Beauty. Kijk, die ga ik nou niet sabreren. Dat vind ik echt zonde. Dus die neem ik gewoon mee. Dus ik geef jou mijn sabel. Ja, dan vind ik een uiterst mooie ruil. Ik neem deze in beslag. Ik ga hier lekker van genieten. Ja. Dus dan slaan we dat één keer over. Maar dan doen we de volgende video. Doen we dat wel. Absoluut. En dan pakken we een iets simpeler flesje. Weet ik veel. Ja, laten we dat goed doen. Tot de volgende. Tot de volgende keer. Goedies. Dankjewel. Nou, vind je deze video's nou leuk? Abonneer je dan vooral even op ons kanaal.